In de Den, het stadion van cultclub Millwall, speelt PSV de finale van de Premier League International Cup tegen het Spaanse Villarreal. En de winnaar van dit duel gaat naar huis met de bokaal die u daar net even zag. PSV in de volgende opstelling, Koopmans op doel, achterin Loof, Koch, De Wijs en Alberto. Op het middenveld Duarte, Leemans en Paal. En de voorhoede wordt gevormd door Albert Gudmundsson, Nicolai Lauwersen en Steven Bergwijn. Dit de eerste kans van de wedstrijd. Het schot, is het wel een schot, is het een voorzet in ieder geval. Eerste werk is er voor Luc Koopmans, maar dat doet de doelman van Jong PSV naar behoren. Dit is De Wijs met een werkelijk waar prachtige paas op Albert Gudmundsson. Javier Ramirez moet een hoekschop weggeven. En wellicht hier de eerste kans voor Jong PSV. Paal met de trap. De kopbal van Alberto. En dat was hem dus, dat eerste kansje voor Jong PSV. Beide ploegen zijn geen onbekenden van elkaar. Troffen elkaar in de poolfase. Toen won Villarreal trouwens met 4-0. Dit is Alejo. Mooi paasje op spits Sol. Loopt daar weg bij De Wijs. De voorzet van Sol en de treffer. Villarreal op 1-0. De goal is van de nummer 7, Leonardo Suárez. En dat is een tegenvaller, zeg. Door de benen van Koopmans. De treffer voor Villarreal. Bergwijn. We zitten inmiddels vlak voor rust. Alberto met de voorzet. Even wat druk van PSV. Duarte. Bergwijn, Gudmundsson met wat ruimte. En de overtreding, jawel. Strafschop gegeven. De overtreding van Edgar Ije. Gudmundsson, hij ging naar de grond. En de penalty is terecht. Dat zien we hier. Er is contact. Strafschop. Bal dus op 11 meter van doelman Cantero. Leemans in zijn laatste wedstrijd voor PSV achter de bal. En hij passeert Cantero voor de gelijkmaker. Ontzettend belangrijk moment. Vlak voor rust. En Clint Leemans, de aanvoerder van Jong PSV, zet beide ploegen weer op gelijke hoogte. En dit is mooi om te zien. Een handjevol PSV-supporters hebben de trip naar Londen gemaakt. En zij zien dus een 1-1 ruststand in de Den. Leemans, dit is een heel kort balletje. De Wijs moet corrigeren, doet dat door middel van een overtreding. En De Wijs had in de eerste helft al geel gekregen en dus kan hij inrukken. 2 minuten gevoetbald in de tweede helft en PSV moet verder met 10 man. Leemans in de fout, De Wijs met de overtreding. En daar gaat hij. Jordi De Wijs kreeg vrijdag al geel tegen Almere, nu tegen Villarreal. En PSV moet verder met 10 man. Gudmundsson haalt hier slim een hoekschop uit. Jansen wisselt, Van Vlerken komt erin, Paal gaat eraf. Ja, je moet iets na zo'n rode kaart. Villarreal wisselde en dit is de tegenzet van Pascal Jansen. De hoekschop en de kopbal van Koch en het staat zomaar 2-1 voor PSV. Koch is even wat lucht kwijt. Maar daar maalt hij niet om. De kopbal is prachtig, de goal is mooi. PSV leidt met 2-1 tegen Villarreal. En dus moeten de Spanjaarden nu op zoek naar de gelijkmaker. En kansen komen er. Dit is een hele mooie kopbal. Ramiro Guerra is de man die kopt. En Koopmans hoeft niet in te grijpen. Maar het spelbeeld na die rode kaart is heel duidelijk. PSV verdedigt. Villarreal valt aan. En het is overleven in deze fase voor de ploeg van Pascal Jansen. En dat overleven dat gaat heel lang heel goed, want inmiddels zitten we in de 85ste minuut van de wedstrijd. Maar dan gebeurt toch waar iedereen zo voor vreesde. De goal van Villarreal. 5 minuten voor het einde van de wedstrijd. En dan baal je als Menno Koch zijnde, dan baal je als heel PSV zijnde. En ben je voor Villarreal, dan juich je. Want je weet, er komt nog een verlenging van 2 keer 15 minuten. En in die verlenging, het zal je niet verbazen, het spelbeeld hetzelfde als in die tweede helft. Een aanvallend Villarreal, een verdedigend PSV. En dit is een prachtige treffer. Leandro Suárez, 8 minuten is er dan gespeeld in die eerste helft van de verlenging. En deze past precies en dan lijkt het toch echt beslist in de Den.
Maar ja, voetbal is voetbal. En je krijgt als ploeg altijd kansen. Dit is Leemans. Leemans! Ja, dit scheelt toch niet veel, zeg. Had zomaar de 3-3 kunnen zijn, dit. Maar helaas voor hun en helaas voor Leemans die bal net naast het doel van Cantero. Inmiddels vlak voor tijd. Villarreal nog één keer in de aanval. Sol is dit met de kans en Sol scoort en dan is het definitief beslist. En zo is het niet Jong PSV, maar Villarreal dat deze Premier League International Cup wint in 2016. PSV, het kende een prachtig toernooi, maar het moest dus net zijn meerdere erkennen in de Spaanse ploeg Villarreal. Dit is natuurlijk waar je niet op rekent eigenlijk. Je leeft er naartoe en je gaat er niet vanuit dat je wint, maar... Ja, het is toch, je houdt altijd in je hoofd van hoe ga je die beker omhoog houden, et cetera. En dan is de teleurstelling heel groot. Zeker omdat dat mijn laatste wedstrijd voor PSV was. En dan schieten de tranen gewoon in mijn ogen na de wedstrijd. En dat doet het heel zeer, maar niet alleen bij mij. Je ziet bij het team zo hard gestreden met 10 man. En je komt zelfs nog op 2-1 en dan houd je het zo lang vol. En dan die laatste 5 minuten... Ja, die killen je dan. En dan moet je nog 2,5 uur. Of 2 keer 15 minuten. Ja, en dan is het gewoon... we waren helemaal op. En ik wil echt een compliment aan ons team geven. Want dit was echt... We hebben echt gevochten voor elke meter. Maar het mocht niet zo zijn. Ja, na afloop van de wedstrijd lag je een tijdje op het veld. Een heel tijdje op het veld. Wat overheerst dan het feit dat jij je laatste wedstrijd voor PSV speelt? Of het feit dat je hier de finale verliest? Ja, alles komt bij elkaar... Door mij gaat eigenlijk mijn maatje Jordi eraf, door die rode kaart. En dan besef je dat je de laatste wedstrijd hebt gespeeld. En je verliest een finale, ja, dan komt er zoveel emotie bij. En laat je een traantje vallen. Maar PSV heeft heel veel voor mij betekend. En dat zal ik altijd blijven doen heel mijn leven. Dus deze wedstrijd vergeet ik nooit. Het is een prachtig toernooi geweest voor jullie. Niet het einde wat je wilde. Hoe kijk je nou terug op deze editie van de Premier League International Cup? Nou, heel leerzaam natuurlijk voor een ieder die betrokken is geweest bij Jong PSV in het traject naar de finale toe. Zowel spelers als staf. Heel veel mooie dingen meegemaakt. Heel ver gekomen tot de laatste wedstrijd. Dus ik ben wat dat betreft ook wel enorm trots op mijn ploeg dat ze dat zo ver hebben weten te brengen. En dan ook als je ziet met een man minder hoe ze blijven vechten voor elkaar om een goed resultaat binnen te halen. Ja, dat maak je als coach, maak je dat enorm trots. In heel de reeks heel veel geleerd. Verschillende dingen. Het omgaan met druk, internationaal spelen, verschillende speelstijlen ervaren. Je ziet vandaag ook weer de Zuid-Europese mentaliteit. Een duwtje of een tikje hier of daar en het is gelijk moord en brand schreeuwen. Dus daar hebben we ook de jongens voor gewaarschuwd in de rust. Maar ook allemaal weer mooie dingen om weer mee te maken. En in die rugzak te stoppen die ze weer hebben gevuld.